Welkom bij Leo Middelzee met vandaag in het nieuws. Deelnemers trainen voor knokken met je hart. Daarna aorta-echo's in echocentrum. En als laatst oldtimers met verhalen. In december vindt een boksgala voor het goede doel plaats. Knokken met je hart zet zich in voor kinderen met een aangeboren hartafwijking. Deelnemers halen sponsoren binnen en worden onderworpen aan intensieve trainingen. Zo ook deelnemer Jaap van der Meer. Zelf had hij ook kleine hartafwijkingen toen hij kind was. Ja, ik vind het belangrijk omdat kinderen onze toekomst zijn. En ja, wat kan ik nou meer doen dan knokken met mijn hart? Ofwel, we doen het hard voor kinderen met hun hart. Nou, ik ken mensen die kinderen hebben met die hartproblemen. Dus ja, dan spreekt het extra aan. Als kind had ik ook al wat last van hartdingetjes. Nou was dat niet zoveel. Maar... Wat dat precies was, weet ik niet. Want toen was ik nog heel erg klein. Maar het waren wat afwijkingen die er waren. En ja, daar moest ik regelmatig voor op consult terugkomen bij de kinderarts. Dus. Maar wat het precies was, ik weet het niet. Ik ben er in ieder geval overheen gegroeid. Maar waar dit over gaat, kun je niet overheen groeien. Daar moet je voor geopereerd worden. Kinderen met een hartafwijking hebben tegenwoordig veel meer kansen om het te overleven. Toch sterft iedere dag nog een kind aan de gevolgen van hartkwalen. Deze angst kan gezinnen verscheuren, weet ook organisator Bouke Lodewijk. Hij heeft een kind met een hartprobleem. De reden waarom ik dit heb opgericht is omdat ik aandacht voor de Stichting Hartenkind wil brengen en ook geld inzamelen voor verder onderzoek. Het heeft te maken met het feit dat mijn zoontje erg ziek is geweest. Hij is hartpatiënt. Inmiddels is hij 3 geworden, dus een paar dagen terug is hij gelukkig 3 geworden. Maar hij heeft een hele moeizame start gehad, om het zo maar te zeggen. En ik heb een dochter, dus daar paste ik met name op. Dus eigenlijk het grote gedeelte van eigenlijk alle ellende, die heeft mijn vrouw moeten opvangen. En ik dacht, ja, dat was een soort leegte die boven mij bleef hangen. Ja, er zijn andere vormen die heel ernstig zijn, maar een ziek kind, de grotere impact op een gezin kan ik bijna niet bedenken. Misschien oorlog. Maar het is super zwaar. Je slaat jezelf er wel doorheen. Maar als je zo'n ziekenhuis bezoekt, een kinderziekenhuis, en dat is een plek waar je eigenlijk nooit wil komen. Het geld dat knokken met je hart ophaalt, zal gaan naar onderzoek en het financieren van operaties. Een mooi doel, vindt Bouke. Zeker omdat het een sport is die hem goed doet. Helpt boksen? Boksen helpt. Ik denk sport in het algemeen dat gewoon heel erg helpt. Voor mij in ieder geval wel. Je hoofd leeghalen, energie. Ik heb nu 2 hele gezonde kinderen die vergen de nodige aandacht en energie op dat gebied. En boksen helpt omdat je heel erg confronteert met je eigen sterfelijkheid. Je een klap krijgen, dat doet iets met je. En dan kun je 2 dingen doen. Je kan weglopen en de ring uitstappen of de deur uitlopen. Of je zegt nee, ik blijf staan en ik ga knokken. En dat is eigenlijk wat we hier met z'n allen doen. Ik kan geen betere manier bedenken dan maandagavond zo spenderen. Alles eruit zweten. Beetje sparren. Nou, wij trainen 4 keer in de week. Het is eerst werk aan je conditie, aan je houding. Dan natuurlijk kracht en ook tegen elkaar sparren. Dus soms is het elkaar niet raken en andere keer, dan krijg je echt wel eens een klap aan je hoofd. En dan heb je wel eens een blauwe oog of iets dergelijks. Maar ja, dat hoort erbij. Het ziet er erg intensief uit. Ja, je ziet ook dat je echt klappen krijgt. Het is niet dik. Hele vriendschap, hè? Ja, dan moet een tandje bij. Wij bevinden ons bij het Medisch Centrum Leeuwarden en hierin is gevestigd het Echocentrum Zicht. En in dit Echocentrum Zicht zijn ze begonnen met het maken van echo's van de aorta. Wij gaan er binnen om te kijken hoe dit in zijn werk gaat. Een hele goede middag. Mevrouw, u een hele goede middag. Waar bevinden wij ons? Welkom bij Verloskundig Centrum Zicht. Wij zijn momenteel in het MCL waar wij ons Echocentrum hebben. Wij maken hier medische echo's en ook allerlei pret-echo's. En wij zijn door de Aorta Stichting gevraagd, en daarom zijn jullie vandaag hier ook aanwezig, om ook echo's van de aorta te maken. Want jullie zijn eigenlijk een verloskundig centrum. Ja, dat klopt. Wij maken medische echo's van inderdaad de zwangeren. Klopt, ja.
Maar jullie hebben ook hele bijzondere technieken op dit moment. Ja, wij hebben hier de nieuwste echo-apparatuur. En die staat, ik zal u straks naar mijn collega brengen, naar Ansje. En die zal u verder inderdaad laten zien. Wij hebben de nieuwste echo-apparatuur. En daarnaast maken wij gebruik van een nieuw systeem. Dat heet Trisify. En dat houdt in het kort in dat als de zwangere hier op de echobank gaat liggen en mijn collega, de echoscopist, de echo's gaat maken, dat die dan automatisch meteen op de foto van de zwangere terechtkomen. Maar bijvoorbeeld ook van oma die in China woont of van de broer die studeert in Amerika. En zodat iedereen tegelijkertijd mee kan krijgen. Kijk. Eigenlijk is het wel heel bijzonder, of niet? Dat is hartstikke leuk. Maar de techniek dat gaat natuurlijk schrijdt enorm snel voort. En wij proberen daar als Echocentrum Zicht ook snel op in te springen. We zijn benaderd door de Aorta Stichting. Die zocht echocentra die zich daarvoor wilden lenen. Omdat het een heel goede zaak is dat je weet hoe het met je aorta gesteld is. Daarmee kun je voorkomen dat de dingen verkeerd aflopen. En toen vroegen ze of we daar aan mee wilden werken. Dus hebben we ons daarin verdiept van wat is nou de waarde van die echo. Kun je dan ook mensen ten onrechte ongerust maken of ten onrechte geruststellen. Kun je er dan iets mee of niet? En toen vonden we dat het echt heel waardevol kan zijn om te weten hoe je aorta eruit ziet. Of eigenlijk de diameter daarvan is, hoe groot die is. Dit is de aorta. Ja, ik zak een beetje naar beneden en dan zie je hem splitsen. En dan vertakt hij zich. En hier meet ik hem op. Dus hebben we gezegd, ja, dat gaan we doen. En hoe gaat het in zijn werk? Meneer of mevrouw, die ligt op de onderzoeksbank. En je ontbloot je buik. En dan met het echo-apparaat kijk ik ongeveer rond de navel. Dan zoek ik de aorta op. En daar zet ik twee kruisjes op en dan meet ik hem op. En dan is het eigenlijk al klaar. En iedereen kan zich gewoon bij jullie aanmelden voor zo'n onderzoek? Het is wel op eigen kosten, het is op eigen beweging, zonder verwijzing van een huisarts. Dus je kunt op eigen initiatief een afspraak maken. En de kosten zijn rond de €40 en dan kun je het gewoon zelf doen, ja. Ik heb een aorta-echo gehad en gelukkig, de uitslag was positief. En ik heb een zwangerschapsecho gehad. De uitslag daarvan, ach ja, die hou ik liever nog een tijdje voor me. Hoe ziet het eruit? Ja, het ziet er prachtig uit. Wil je dat ik er iets over vertel? Ja, ik zit hier ook echt naar te kijken. Nou, laten we het gewoon zo doen dat we het gewoon even voor ons houden. Want het lijkt me ook nog te vroeg. Ja, heel verstandig. In ieder geval wel bedankt. Graag gedaan. Misschien tot de volgende keer. Maar één ding is zeker, jongens. Je kunt als je wilt hier terecht. En je wordt op een hele professionele wijze behandeld. Jongens, hiermee sluiten we af. En we hopen in ieder geval jullie een kijkje te hebben te kunnen geven in het Aortacentrum Zicht. In het MCL in Leeuwarden. Otto Kuipers kwam zaterdag met een nieuw boek, Pakers in Wijn, vernoemd naar het liedje van Pieter Wilkes, door de verzameling foto's van oude auto's uit Friesland. Met daarbij de verhalen die elk voertuig met zich meedraagt. Er is een nieuw boek uitgegeven afgelopen zaterdag. Wat voor boek is dat? Ja, dat is een boek, het heet Pakers in Wijn. En het boek is verder niet Friestalig, maar het is afkomstig van het liedje van Pieter Wilkes. En Pakers in Wijn, ja, dat gaat eigenlijk over de auto en de motorfiets en andere motorvoertuigen in de periode 1906-1950. Waarom die periode? Nou, dat was de periode waarin kentekenregistraties per provincie werden uitgegeven. En dat betekent ook dat de originele registraties in het archief in Tresor liggen. En dat was ook de periode dat de kentekens begonnen met een eigen provincieletter. Voor Groningen was dat de A en voor Friesland was dat de B. Dus alle nummers in Friesland begonnen met de nummer B. De eerste werd uitgegeven op 2 januari 1906, de B1. En de laatste op 30 december 1950 en dat was de B41217. De originele gegevens berusten bijna allemaal hier. Vanaf 1920 in ieder geval. Het eerste register, dat is helaas verloren gegaan. Maar gelukkig heeft de ANWB in Den Haag, het hoofdkantoor, die heeft gedrukte exemplaren van die eerste kentekennummers van heel Nederland, dus ook van Friesland. En daar hebben we, zo'n 15 jaar geleden, heb ik daar kopieën van mogen maken in Den Haag. En die hebben we hier. Die hebben we nu dus hier ook in de collectie. En die vormen dan ook de basis samen met die originele
de originele inschrijvingen tot 1950 de basis voor dit boek, maar ook voor de website die wij destijds hebben gemaakt en die nu onlangs afgelopen weekend ook is vernieuwd. Die gegevens die maken natuurlijk de basis van het boek, maar dat maakt nog niet het hele boek. Nee, die gegevens, dat zijn eigenlijk dat zijn basisgegevens, heel kale gegevens eigenlijk. In die register staat het nummer, dat is uitgegeven. Daarachter staat dan de naam op wie het nummer is afgegeven, zijn woonplaats en de datum van aangifte. Dat is eigenlijk alles. Wat is nou eens zo'n verhaal dat u zo aanspreekt? Ja, er zijn er meerdere, maar één die mij nu zo te binnen schiet, dat betreft het kenteken wat is uitgegeven aan Roelof Beetsma in Metslavier. En dat is in 1938 gebeurd. Hij had een auto en ze hebben daar ook reizen meegemaakt, ook naar het buitenland. Daarvan staat een foto in het boek. Nou is het bijzondere dat een aantal jaren geleden, want ja, die auto's die zijn er natuurlijk eigenlijk nooit meer. Maar in dit geval werd er op, weet ik niet het eiland, ik dacht op Terschelling, werd een bij graafwerkzaamheden bij een bunker, kwam er het karkas van een auto tevoorschijn. Met het B-nummer nog zichtbaar. En dat was de auto, de Skoda, van Roelof Beetsma van voor de oorlog. En goed, die is helemaal uitgegraven en die auto die staat nu in het museum op het eiland. Dus dat de resten van die auto. En daarvan staat ook een foto, vlak na die graafwerkzaamheden, staat ook in het boek. Dus een bijzonder verhaal.